Goedemiddag. Goedemiddag. Aangekomen bij Panther Junction in de Big Bend National Park. Ja, dus een van de grotere parkjes. Het is gigantisch. Ze zeggen net in het filmpje dat het groter is dan het hele staat van Rhode Island. Dus ja, als je dat niet zegt, dan... Ja, het is een moeilijke omrekenfactor, laten we het daarop houden. Maar het is 1200 square miles. Dat is groot. Ja, dus we gaan die twee dagjes rondbrengen eigenlijk. Dus we gaan zo even een campground vinden. En dan gaan we echt wat wandelingetjes doen. Ja. En dan hopen dat het niet opgegeten wordt door slangen, beren, mountain lions, varkens, weet ik het allemaal. En dan eerst javelins. Javelina's, geen idee. En octopuspot. Of octopus. Octopus? Cactus. Cactuspot. Dat is niet heel moeilijk, er zijn er genoeg hier. Ja. Maar er waren bijna 100 soorten. Dus. Ja, oké. Okay. Hey, we hebben er weer zin in, denk ik. Komt goed. Let's go. Een ander ding, ik ben zo zuidelijk van Amerika, dat letterlijk bij de Mexicaanse grens is. Dus we gaan kijken of we nog eventjes de grens over kunnen steken. 10 landen in 10 maanden kun je toch iets leuker dan 9 landen, dus we gaan kijken wat gaat lukken. Ja, koffie doen in Mexico, dat klinkt niet verkeerd, toch? Nee. En ik zou zeggen, dan gaat er een biertje opkomen. Nee, Mexicaans bier hoort er wel bij natuurlijk. In de grote rompels. Oeh, ja. Nou, daar gaan we dan. We gaan proberen om de grens over te steken. We zijn hier in, volgens mij is het zelfs het zuidelijkste puntje van Amerika. Nee. En het grenst met de Rio Grande met Texas. Nou schijnt het dat je dus met een soort rubberboot over de rivier kunt. Er doorheen lopen waarschijnlijk te diep. En na dat rubberbootje dat je dus of een ezel of een paard richting het dichtstbijzijnde dorpje kunt nemen. En toen dachten wij, dat laten wij niet liggen. En wij lusten wel Mexicaans bier, dus laten we gewoon voor de grap nou eens even een biertje halen in Mexico. Weet je hoe je dat zegt? Dos cervezas, por favor. Oh. Dos? De overkant van de rivier is dus al Mexico, dus we gaan nu zo meteen... Dit is de Rio Grande. Dit is de Rio Grande, inderdaad. Je kan daar zo een bootje zien, daar gaan we zo meteen op. Naar de overkant toe en dan gaan we misschien met een ezel naar het dorpje toe. We weten nog niet precies wat we gaan doen. Lijkt mij wel grappig, ligt er aan hoeveel het kost natuurlijk. Want zo zijn wij skeren backpackers. Oh, je weet gewoon dat het 50 kost. Oh, maar ik weet niet of het enkele reis is of niet. Maar goed, op naar Mexico. We zijn er bijna. Komen er onze ezels aan hoor, denk ik. Nou, precies. Weet je wat? Ik voel het super Australisch, behalve dat ik op mijn ezel zit. Ja, het is toch wel apart, hè? Ja. Toch wel bijzonder. En zijn inmiddels ook Spaans aan het leren? En dat tik door je. Ja, nog maar. We rijden hier gewoon door je. En leeg, uitgedroogd. Sloot heen volgens mij. En dan sta je dan in één keer midden in Mexico. Nou ja, midden. Net over de grens natuurlijk. Maar we zijn wel in Mexico, wat echt bizar is. Hadden we eigenlijk nog niet eens over nagedacht dat het mogelijk was. Het is echt allemaal super schattig. En we zitten in een heel klein dorpje. Dus we hebben denk ik
twee restaurantjes en een supermarktje. En ja, voor de rest is dat er gewoon een beetje. Maar het is wel heel cool. We zijn dus op de ezel binnengekomen en we gaan soms op de ezel er ook weer uit. En nou ja, gewoon eigenlijk even Mexico aantikken en daarna weer door naar Amerika. Ja, lopen we dan naar Mexico. Ja. Goede straten. Louis heeft niet gelogen. Dat. Nee. Kijk, dan ook heel helemaal gevallen. Nou, we staan op Amerikaanse bodem. Zeker. We hebben net eventjes de grenscontrole weer gebeld, want dat kon niet hier. Dus dat was een mooie ervaring. En we hebben ontzettend aardige ranger hier ontmoet, dus we hebben heel anders aan kletsen eigenlijk. Ja, en het was eigenlijk heel, heel leuk vooral om te leren wat blijkt nou dat die rangers hier, dat die eigenlijk ook politieagent zijn. Ze zijn politieagent, brandweer getraind, ambulance bijna getraind. En dan ook nog van de natuur houden, zeg maar. Ja. Maar als ze dus aan het werk willen als politieagent, kunnen ze overal in Amerika aan het werk. Zo ver zijn ze opgeleid. En dat was eigenlijk wel verrassend, weet je niet? Ja, en ja, het was echt heel erg leuk hier. Dus, ja, superleuke gast. Ja. Volgens mij, nou, half uur, drie kwartier was sowieso wel. Ja, gewoon een tijdje inderdaad. Dat was ook grappig. Ja. Nee, het was echt heel erg leuk. Dus, En Mexico zelf was ook wel grappig, hè? Ja, want dat is een schattig stadje. Een paar jaar terug in de tijd weer. Ja. Echt lekker zandweggetjes met een ezel rijden. Ja. Lekker bizar. Goed, weer terug naar Amerika. Ja, de eerste was wel niet gelukt. Nee, want we wisten wel dat er een RV omdraaiplek stond. Ja. Maar we wisten even niet dat die 3,5 kilometer voor het begin van de wandeling stond. Ja. Dus toen zijn we nog even doorgereden. Ja. En nu staan we bij de tweede wandeling. We zien hier al bomen en dat is meestal het teken van water. Water. Vooral hier in de woestijn, maar we zijn nog steeds in de woestijn. Ja. Ook al zou je niet zeggen. Nee, in de woestijn. Ja. En we kunnen gewoon weer Engels praten. Of Nederlands. Dat is ook wel fijn. Ja, op de Spaans, het is nog wel aanwezig, maar niet in veelvoud. Nee, daar zijn we achter gekomen, een vrouwtje. Daar heb je natuurlijk niks aan. Maar, en vandaag gaan we nog even beslissen of we na deze wandeling doorgaan of dat we verder het park in gaan. Er is nog één wandeling, die zijn we aan de andere kant van het park. Maar dus... Nou, er zijn eigenlijk 20 wandelingen. Ja, ja, maar die willen we doen. Dit is een hele belangrijke wandeling aan de andere kant van het park. En dat is ongeveer anderhalf uur rijden. Maar, er is best wel veel geregend. De afgelopen dagen is best wel Ze weten niet of die open is. Precies, dus het kan dat het hier helemaal overstroomd is en dat we er sowieso niet bij kunnen komen. Dus het wordt nog even afwachten. Dus we gaan zien waar we belanden straks. Precies. En eerst deze maar doen. Dan kun je zo even kijken. Ja, we zien deze plant eigenlijk al de hele tijd met blaadjes. Komt er net een geologist voorbij die zegt dat het eigenlijk zeer uitzonderlijk is dat deze dingen blaadjes hebben. Normaal gesproken, het is natuurlijk in de woestijn, dus normaal gesproken is deze al compleet zonder blaadjes, gewoon helemaal kaal. Ja. Nou, ik had het niet willen missen. Nou, dit was alweer een laatste dag van ons adrenaline-rijke bezoek aan de Big Bend.
Adrenaline rijk. Ik weet niet wat jij hebt gedaan hoor. Zo, dat waren alweer de laatste paar minuten van de Big Band. Ja, het is hard gegaan. We hebben helaas niet heel veel gezien vandaag, maar wel genoeg. Oh, mooi dag. Oh my god, daar rent er iets. Konijn volgens mij. Nee. Jawel, konijn. Ik hoop dat. We hebben konijn gezien. Ja. Tweede. Ik hoop eigenlijk dat we nog een beer of een haveline. Ja, het wordt laat vandaag. Dus, en we moeten nog een uur rijden door het park. Dus er is nog best kans dat we rijden dat we dieren tegenkomen. Vandaar onze alertheid. Ja. En ja, nu eigenlijk weer richting Marathon. Ja. En dan gaan we in de komende dagen richting Austin eigenlijk. Ja, gaan we Esme opzoeken. Die woont daar nu al een tijdje. En die gaat daar nu op het tweede jaar wonen. Yes. Dus dan gaan we die even lekker bezoeken. Zeker. En ook haar verjaardag als we vieren. Het is nog geen oktober, maar ze is wel een oktoberjarig. Kijk. Ze hebben alvast wat leuke dingen voor haar geregeld. En dan dat gaat in ieder geval een leuk bezoekje worden. Ik heb echt zin in. Nou, mooi. Ja, jij ook? Ja, tot de volgende keer.